Hey guys, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag eerste kerstdag. Merry Christmas everybody. Ik heb volgens mij een paar dagen niet gevlogd, but today is Christmas en ik ben zojuist klaargemaakt. En ik ga nu eventjes naar mijn moeder. Even daar brunchen, gezellig met die kids en mijn zusje. En daarna kom ik gewoon weer naar huis. Ik heb bezoek, Shari, ze is wel mijn bestie. Die slaapt al een paar dagjes bij mij. Gezellig. Dus, en vandaag komt de Maris dan, mijn vriendin. En haar partner en mijn andere nicht. Die komen gezellig langs. En we gaan gezellig gourmetten en lekker eten, of course. Dus that's the planning for today. Ik had er eigenlijk niet echt zin in kerst dit jaar. Maar ja, het is altijd leuk als je gewoon bij elkaar bent, dus... We gaan er een leuke dag van maken. Ik neem jullie mee. Ik heb me aangekleed. Ik heb me aangekleed en mijn kleren zijn nu afwezig. Ik probeerde mijn kleren zo voorzichtig aan te doen. Want dit pakje is, dit stofje is echt heel gevoelig. Maar alsnog is het vies geworden. Maar ik ga me echt niet meer uitkleden. Sorry. Ik ga gewoon dit aanhouden. Ik denk zelf de hele dag. Tenzij ik iets anders vind wat ik aan kan doen. Want ik had niks met lange mouw. En toevallig zag ik dit pakje. Dacht ik, oh ja, dit pakje heb ik nog niet aangedaan. Lange mouw, lekker. Cute. En dan maak ik het vies. I can't do it myself. Maar goed, ik ga nu de deur uit. En dan neem ik jullie gezellig mee. Heeft gedaan. Heel creatief. Ster. Waar heb je dit geleerd? Op YouTube? Nee, op school. Ja. Wat? School. Leuk hoor. Nee. Wat zei jij? Zo lang geleden. Zal ik jullie een geheimje vertellen? Ik heb het zo gekocht. Je bent zo gezien. Zoals jullie zien ben ik weer thuis. Zijn we wat uurtjes verder. En ik ben weer met Shari. Ja, dan laten we schuif hier weghalen. Dus even gaan de school maken voor de seafood boil. Ik wacht totdat ze klaar is en dan gaan we samen starten. Ja, gezellig samen kokorella. En de rest die komt ook zo, dus gezellig. Ja. Hi guys, welkom bij een nieuwe dag. Het is inmiddels de volgende dag. Vandaag is het... dinsdag 26. Tweede kerst. December is tweede kerst. En ik heb gisteren gewoon helemaal niet meer gevlogd, mensen. Echt verschrikkelijk. Het was echt super gezellig, zoals jullie zagen. Ik weet eigenlijk niet eens of ik heb gefilmd dat we met z'n allen al waren en zo. Ik was druk met seafood boil. Dat ging maken en daarna zijn we eigenlijk meteen gaan eten. Hebben we het heel leuk gehad en spelletjes gespeeld. Gewoon lekker gekletst. En van elkaars aanwezigheid genoten. Dus het was echt super leuk dat ik de camera gewoon ben vergeten erbij te pakken. Vandaag is het de volgende dag. Shari is net weg. Dus ze gaat weer lekker naar huis. Het was ook heel leuk dat ze bij me was die aantal dagen. Dus dat was gezellig. En ja, vandaag is het dus tweede kerst. Ik ben nu eventjes bezig Aisha de kamer weer een beetje in orde te maken. We zijn eigenlijk bijna zo goed als klaar met de kamer. Alleen nog een paar kleine details die nog aangepast moeten worden. En ik ga heel eventjes mijn cadeautjes nog met jullie openmaken. Want ik heb nog cadeautjes onder de boom. Dus die ga ik meteen unboxen met jullie. Even kijken waar ik jullie neer ga zetten. Daar zo. Dus ik kan toch gewoon hier zetten. Ik heb dit aan. Gaat het blijven staan? Dankjewel. Nou. Hier heb je ook nog eentje. Is dat ook van mij? Ja. Van wie heb je die dan? Patata Shari. Echt? Oh, dan moet ik Shari echt nog bedanken. Zo lief. Ze heeft me niks gezegd. Wie is dit? Nou. Nee, dan vind ik het van echt erg dat ik geen cadeautje voor haar had. Shari heeft een cadeautje voor me onder de boom gezet en ze heeft niks gezegd. Ja, waarom zou ze het meenemen? Hoezo? Dat ding. Waarom zou ze het meenemen? Als het niet van is. Misschien is het vergeten. Ik ga straks aan haar vragen. Pas op, je zit in een deel. Ja.
Ik zie dat dit onder de boom zit. Ik denk dat Shari het van mij heeft gekocht. Of ze heeft het voor zichzelf gekocht en is het vergeten. Maar ik ga het straks appen. Maar het is zo'n luxury home spa set. Met douche gel, body lotion, body scrub, massage safe. Je hebt echt veel. Een houdertje en een zo'n badspons. Sephora. Helemaal leuk. Dan heb ik deze Rituals pakket. Wacht even. Ga je even dat geluid uitmaken, een beetje fijn. Van die televisie. Oh. Ik heb deze geurstokjes. Fabi, kijk wat dit is. Fabi, hebt u dit? Die heb ik van iemand gekregen. Van de kerstman. Ja, maar ik had ook eentje gekregen. Dat is hier ik zo. Hou echt van geurstokjes. Sowieso van Rituals hou ik heel erg. Maar normaal heb ik altijd, volgens mij heb ik dit al vaker gezegd, maar normaal heb ik altijd groen. Of ik heb Precious Amber. Dat is rood. Zwart. Precious Amber volgens mij. Maar dit is volgens mij een limited edition. Deze van mij. Maar deze ken ik wat niet. Wat is dit? Zijn van die geurstokjes. Oh, ik weet. Het is ook helemaal gesealed. Deze heb ik gekregen. Dus ik kan het niet echt ruiken, maar ja. Ik ga het nu meteen openmaken. Maar super leuk. Ben ik blij mee. Kunt u deze openmaken? Dus dat is die. En dan heb ik nog een Rituals pakket. Maak maar voor mij open. Nee, mag ik ook. Ja. Het is heel mooi ingepakt. Oei. Nou, een sticker. Ja. Het is een hele mooie doos. Wow. Ja, en dit is dan mijn lievelings geurtje van Rituals. Lukt het. Open. Mogen je helpen? Zoveel van Sephora. Oh. Je ruikt het gewoon direct. Ik heb deze groene set. Deze is een set. Met ja, body foam. Ik hou van deze body foam. Het is zo lekker. Deze is best zo lekker. Body cream, body scrub en een geurkaars. Oh, die kunt u gelijk op de tafel zetten. Die heb je ook gemaakt. Zo lekker. Ik heb ook een scrub gemaakt hoor, maar ik weet niet waar u het hebt gezet. Oh, wat dan? Een scrub voor moederdag had ik gemaakt. Oh ja. Ja, dus dat is die. Bye. En dan hebben we nog eentje van Rituals. Oh, ja, nog eentje van Rituals heb ik. Wat is dat? Dit is een car parfum holder. Voor auto parfum. Autoparfum. Volgens mij sinaasappel dit. Oh, lekker. Sinaasappel. Lekker, dit is ook handig voor in de auto. Of is appelsien? Dan hebt u alleen Next. Maar nog van Sephora. Twee. Nee, u hebt drie van Sephora. Wat leuk met de K erop. Ja, ook maar. Dat nu pas. De K, ook hier. Ook de K. Ja. Dan weet u van wie welke is. Deze is echt groot. Oh, lekker glossje. Je voor je wordt gesneden, toch? Ik hou van die lipglossjes van de Sephora. Jij hebt daar ook eentje. Ja, ik hou van lipgloss. Kijk, ik zat nu op de mond. En verder heb ik nog... Dat is helemaal een Fenty Skin. Zien? Dit komt goed uit, want deze was op van mij. Dus ik ben hier ook heel blij mee. Oh. En dat was... Ja. Dat was het. Ik gebruik, pas op, fijn. Ja. Ik gebruik dit eigenlijk altijd voor mijn gezicht. Deze. Zodat jullie zien. Fenty Skin. Het is zo'n flesje. En je kan hem dan ook gewoon in refill kopen. Refill voor jou. Ik kan het wel even laten zien. Ik denk dat ik nu gewoon een nieuwe fles heb. Volgens mij is dit, ja, het is niet de refill, maar... Want ik heb die fles eigenlijk al. Ik had eigenlijk alleen dit nodig, maar ik heb deze er nu ook weer bij. Dus heb je dit, zet je hem zo in elkaar en dan... Deze ga ik gebruiken. Kan je hem gewoon makkelijk pompen. Dus ja. Zie, mama. Ja, je kent dit al, ik gebruik dit vaker dus. Oh, die witte dingetjes. Ja.
Dus dat waren mijn cadeautjes, mensen. Nog één cadeautje. Nee, ik heb niks meer. Kijk hier. Dat is niet van mij. Oh. Ik ben jou. Dus, ik heb nog één. Zet het daar. Ja, dus dat. Vandaag, ik ga dus nu eventjes verder met IJsje de Kamer. Ik heb deze gekregen. En mijn lucht. Oh, wacht. Zullen we ook nog even laten zien wat erin is? Is de... is... Oh, een Sonic koptelefoon. Ja, dat wou ik zeggen. En je hebt ook een tas, toch? Ja, ja. Tas, sorry. Ja, die kinderen van mij hebben al hun cadeautjes al weggehaald onder de boom. Ze konden niet wachten. Ja, dus ik ga zo meteen verder met IJsje de Kamer. En daarna ga ik gewoon, ja, ik ben weer wasjes aan het draaien, want dat moet ook nog gebeuren. Ik zou eigenlijk vandaag gaan uit eten met de kids, maar we gaan niet meer. Ja, Jairo vond het niet meer nodig. Kan je even dat lampje daarvoor moet pakken? Ja, dus dat. Ik zie jullie later. Ik pak jullie er later weer bij. Hi guys, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Wat voor datum is dat ook alweer? 29 december. En ik zit in de auto met mijn zuster. We zijn in Rotterdam aangekomen, want we hebben weer een jaarafsluiting met de nichten. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik pak jullie er straks weer bij als ik er ben. We zijn er bijna. Ik heb het vorige week al gehad en ik ben helemaal vergeten om jullie te vloggen. We zitten gezellig aan tafel. Ik heb ook onze pyjama die heeft gevloggen. Matching pieken. Ik heb twee keer ook. Of één keer. Hoeveel keer heb ik afgereid? Oh, afgereid. Mina nog... Volgens mij ook twee keer of derde keer. Ik heb het niet meer. En die stoelen is €1,80. Mm-hmm. En die stoelen zijn... Ik zei, geen andere stoelen. Hij ging echt zo naar me kijken van, je lult. Stoelen hebben of niet? Ja, maar precies zo, ja. Zo anti. Zo, gewoon in een sigarenboer verkopen ze het. Zo Antilliaanse sigarenboer pakketjes worden daar ook bezorgd. Mm-hmm. Bij Jordans. Die bij die... Dat vertel is lekker, hoor. Bij Nooit wel altijd groente halen. Daar kan je ook stoelen zitten, toch? Ja, tabakshop, Jordan. Ja. Deze glazen mag jij niet uitdrinken. Omdat het te veel is. Je moet die andere kleine pakken. Dat is lekker. Hallo. Dankjewel. Mm-hmm. Ja. Is toch gebeurd? Maar ik kan het ook van je tweeën breken. Mm-hmm. Ja, die breekt het wel goed. Maar deed het toch niet? Jawel. Maar mensen zeggen altijd hoor, echt leuk hoe jij en nichten zo dingen doen. Weet je hoeveel complimenten ik heb gekregen van mijn face? Ja, no? Mm-hmm. Thank you.
pak jullie er nu weer bij. Nu pas weer bij. Gisteren was het super gezellig. We hebben het echt laat gemaakt. Ik was zo laat was ik thuis, 4:30 in de ochtend. En ik ben ijs net gaan halen. Ik ben net weer thuis. Ik had even gegeten bij mijn vader. En ja, we zijn nu weer thuis. Ik moet verder met schoonmaken. Want ja, mijn eindejaars schoonmaak moet ook gebeuren, mensen. Maar ik moet eigenlijk alleen nog maar mijn kamer opruimen en mijn keukenkastjes en zo wil ik nog een beetje schoonmaken. Dan ben ik eigenlijk zo goed als klaar. Ik heb mijn laatste, wasje heb ik net gezet. Dus ik moet nog één wasje draaien. En dan mijn kamer, keuken. En dan I'm done. Ja, ik ga dat later doen, want ik ben nu best wel, ik ben echt gewoon kapot. Doe je? Als je wilt even met me gaan liggen, dus ik ga eventjes... We gaan eventjes film kijken. Uh-huh. En even een dutje doen. Ja. En dan ja, ga ik daarna koken. En verder met opruimen. Dus ik zie jullie straks. Hi guys, welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag. Nieuwjaar! 30 december, last day of the year. En ik ben met Thijs. We gaan vuurwerk afsteken. Ja, we zijn even buiten. Even... vuurwerk aan het afsteken met nog een paar kinderen van de buurt. Ja. Voordat het super druk en gevaarlijk wordt. Dus... Mama, mag we het die fontein doen? Ja. Dus ja. Dat, we gaan zo meteen weer naar binnen, want het is super koud. En, dat was aan Lee. Ja. Die fontein. Kijk uit. Hi guys, nou ik was vergeten om deze video af te sluiten en ook nog te filmen op het moment dat we het nieuwe jaar ingingen. Maar bij deze wil ik alsnog zeggen Happy New Year everyone. Ik hoop dat het voor iedereen een prachtig jaar mag worden, dat jullie je doelen mogen behalen en dat al jullie wensen uitkomen. Wees voorzichtig, blijf gezond en ja, maak het beste van dit nieuwe jaar. Hierbij ga ik ook meteen de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het een leuke video? Vergeet dan vooral niet om een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie weer bij de next one. Bye bye.